En in de middag moesten we allemaal naar buiten. En je moet begrijpen dat de ordebewaarders en degene die ons duwde waar we naartoe moesten, die ons, dat waren Marche Zee, Nederlandse politie. En dat is mijn hele leven door, heb ik daar een slecht idee van de Nederlandse politie, van de Nederlandse overheid in het geheel, een slechte gevoel gehad. Want ze hebben zich niet bepaald menslievend gedragen. Ze hebben meer altijd gedacht om uit te voeren wat hun van Duitsland bevolen werd. En dan moet je ook bedenken dat een Duits bevel, dat en dat gaan jullie doen, daar zat altijd achter, als je het niet doet, pas op, want ja, dan ga je eraan. Dus ze hadden ook angst voor hun eigen hachje. Ja. En dat ging zelfs door naar de mannen die zich opwierpen in die tijd tot de Joodse overheid. Er was een tweemanschap, in hun naam gebeurde veel. Niet dat zij het bedachten of uitvoerden, maar het gebeurde in hun naam. En dat was Asscher en Cohen. Professor Cohen en Asscher was een grote diamanthandelaar. En die hebben zich tot, of ze werden, tot woordvoerder van de Duitsers gemaakt. De Duitsers gaven hun en hun bureau en ondergeschikt een bevel dat en dat gaat gebeuren. En dan gebeurde het in de hoogste top die het liet gebeuren, dat waren Asscher en Cohen. En die vertelde ons eens maar, nou rustig, hou je kalm, rustig. Doe nou wat ze zeggen, dan gebeuren er geen ongelukken. Wel, we deden wat ze zeiden en het ongeluk is gebeurd. Er is praktisch niemand van ons over meer. Als ik hoor of lees in de krant van de moedige verzetsmensen, dan zie ik altijd in mijn gedachten, ik herinner me wat hun houding was tegenover ons. Ik heb geen verzetsmensen gekend. Ja, mijn kleine kringetje natuurlijk. Maar zoals dat later verteld werd, kreeg het de vorm van een fabel. Ik heb geen moedige mensen gekend die zeggen, schiet maar, ik bescherm ze. Nee, dat werd voorgesteld. Maar dat is niet. Dat heb ik niet meegemaakt, nou. Ook na de oorlog niet. Na de oorlog heb ik alleen maar gezien hoe ze probeerden hun houding in de oorlog voor te stellen als heel moedig, als heel moedige verzetsmensen. Ik heb ze meegemaakt als uitvoerders van de Duitse bevelen.